Een van de mannen die had taser bij zich, tie wraps. Oh. En ook de buurman is toen getaserd. Wow. Dit is Rauwkost. Ik sta hier nu in Amsterdam-Oost, waar vorig jaar september de 2-jarige Insia met grof geweld is ontvoerd door 7 huurlingen in opdracht van haar vader en is meegenomen naar India. We zijn inmiddels 6 maanden verder en ze is nog steeds niet terug. Ik heb nu afgesproken met haar moeder Nadia Rashid. Zij is een petitie gestart om haar dochter terug te krijgen. Ik heb met haar afgesproken en we gaan er nu meer over horen. Dag, je bent Nadia. Ja, hi. Hoi, ik ben Linda. Nadia. Hi, goed je te ontmoeten. Zullen wij even gaan wandelen? Ja, is goed. Oké. Goed, wat is er eigenlijk precies gebeurd op 29 september? Kan je daar wat meer over vertellen? Die ochtend, het was een donderdagochtend en ik vertrok die dag ongeveer net voor 8. Mm-hmm. En ik reed hier weg. En na een iets van 12 over 8 kreeg ik een telefoontje dat er mannen waren binnengedrongen in het huis hier. Ja. En dat ze Insia hadden meegenomen. En ik denk, wat? Hoe bedoel je? Ja, mannen die hebben haar meegenomen. Maar hoe was jouw relatie met haar vader op dat moment? Nou, op dat moment was er geen contact. Vooral ook omdat ik werd achtervolgd. Er werden GPS-trekkers onder mijn auto gevonden. Okay. Ik kreeg hele rare berichtjes. En dat heb ik natuurlijk allemaal bij de politie gemeld. Ja. En het leek op een hele ernstige vorm van stalking. Mm-hmm. En de situatie was gewoon gevaarlijk. Dat vonden zij ook. In het begin, nog voordat we getrouwd waren, was hij natuurlijk ontzettend aardig. Mm-hmm. En zorgzaam. Dus op dat moment merkte ik niet echt dat er iets mis zou zijn. Maar toen we eenmaal getrouwd waren, merkte ik toch wel dat, dat hij heel autoritair was. Alles mijn schuld maakte. Mm-hmm. Het was eerst vooral verbale agressie. En daarna werd het ook fysieke agressie. Mm-hmm. Dus het was niet zo'n goede relatie eigenlijk. Nee, dat kan me voorstellen. Hoe denk je dat hij in staat was om zo'n grote operatie op te zetten? Ja, het is in ieder geval een hele professionele ontvoering geweest. En dat is ook naar voren gekomen tijdens de rechtszaak. Een van de mannen die had taser bij zich, tie wraps, plastic handschoenen. En die was ook speciaal ingevlogen vanuit Amerika om mijn moeder onder handen te nemen. Mm. En mijn zusje getaserd. En ook de buurman is toen getaserd. Wow. Hoe is de stand van zaken op dit moment? Want je had het al over een rechtszaak. Door het politieonderzoek zijn er in ieder geval 8 mensen geïdentificeerd. Dus mm-hmm. Er zijn 8 mensen die achter de ontvoering hebben gezeten. Daarvan zijn er 7 aangehouden, behalve hij zelf. Maar dat neemt niet weg dat Insia nog steeds niet terug is. Mm-hmm. En het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft natuurlijk al geprobeerd om contact op te nemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken in India. Mm-hmm. En dat moet ervoor zorgen dat Insia terugkomt. Maar het duurt gewoon veel te lang. Ja. En daarom ben ik samen met Humans of Amsterdam een petitie begonnen op change.org. De bedoeling daarvan is dat doordat er heel veel mensen gaan tekenen. Mm-hmm. En doordat ook bekend wordt dat er een meisje vanuit Nederland zonder haar paspoort met grof geweld is ontvoerd. Ja. En is gesmokkeld. Dat mensen massaal gaan tekenen. En dat vervolgens de autoriteiten in India het ook gaan inzien dat er echt op korte termijn eigenlijk een verandering moet komen. Want dit kan niet zo langer. Dus we zijn hier nu bij de speeltuin waar je vaak met Insia speelde. Ja. Ja, ik ben sindsdien ook niet hier naartoe gekomen. Het is natuurlijk wel, het herinnert je natuurlijk aan je kind, die ja. er niet meer is. En het is ook zo lang geleden dat ze weg is genomen. Mm-hmm. Het is voor mij een eeuwigheid. En nu al helemaal, omdat ze op 6 maart 3 wordt. Mm-hmm. Het is haar verjaardag. En de gedachte alleen al dat ze met haar verjaardag niet bij ons zal zijn, is hartverscheurend. Mm-hmm. Er zijn bijna 30.000 handtekeningen die je hebt verzameld bij de petitie, maar er zijn er nog veel meer nodig. Ja, we hebben er echt heel veel nodig. Het moet echt onder de aandacht komen bij de Indiase autoriteiten, bij de Indiase bevolking. Zodat er daar een beweging in gaat komen.
Nou, voor de mensen die dus nu dit filmpje kijken, wat kunnen zij nou echt nu op dit moment doen om jou te helpen? Om Insia te helpen? Allereerst is het natuurlijk heel belangrijk dat iedereen de petitie gaat ondertekenen op change.org. Bring Insia back. En dat het ook zoveel mogelijk wordt gedeeld. Deel het met iedereen die je kent. En vraag iedereen om te tekenen. Als je tekent, dan zijn we één stap dichter bij Insia. Heel erg bedankt voor je verhaal dat je dit met ons wilde delen. Ik wens je in ieder geval heel veel sterkte. En ik hoop echt dat het gaat lukken. Ik hoop het ook. Mm-hmm. En ik hoop dat het snel lukt. Ja. Zo, ik vond dit dus echt een heel erg heftig verhaal. En ik ga sowieso die petitie tekenen. En dat moet jij dus ook echt doen. De link staat namelijk in de beschrijving. En zo kan jij helpen om Insia terug te krijgen. Daarnaast wil ik jullie natuurlijk bedanken voor het kijken. Je kan deze video liken en abonneren op Rauwkost. En als je meer wil zien, staat het ook in de beschrijving. Tot de volgende keer. Meer zien? Ga naar npo3.nl/Rauwkost.